onze laatste uitzending. De Zweedse televisie heeft vanavond haar programma's onderbroken voor een waarschuwing dat in een chemische fabriek in het stadje Karlskoge een lek was ontstaan in een gifgastank. De bevolking werd aangeraden binnen te blijven en alle ramen en deuren te sluiten. De politie verklaarde dat er geen gevaar voor explosie of brand was, maar dat inademing schadelijk kon zijn voor de longen. Alle toegangswegen zijn verder door de politie afgezet. De televisie meldde geen nadere bijzonderheden. De Amsterdamse droogdokmaatschappij was vandaag volop in discussie. Beter gezegd, het voortbestaan van de reparatiewerf was dat. In de grote hal van de maatschappij was het personeel bijeen. Zij hoorden een nogal pessimistische bewindvoerder en daarna wethouder Heerma, die vond dat de werf moest blijven. Het kabinet vindt dat de scheepsreparatiewerf aanmerkelijk kleiner moet worden. Dat bleek vandaag tijdens het spoedoverleg met de Tweede Kamer. Minister Ruding legde nog eens uit waarom hij niet bereid is op grote schaal geld in de werf te steken. Hier met veel publiciteit en fanfare een veel soepeler houding te worden ingenomen. Waar blijf ik dan, meneer de voorzitter, wanneer volgende maand een ander geval zich voordoet en de fiscus zou dat dan ineens afwijzen? Je zou een precedent krijgen op grond waarvan er een ander beleid zou moeten worden gevoerd uit hoofde van de redelijkheid en gelijke behandeling. En dat lijkt mij niet verantwoord. Meer dan 30 werknemers van een visbedrijf in Den Helder zijn vanavond in het ziekenhuis terechtgekomen na het inademen van het giftige chloorgas. Bij het schoonmaken van het bedrijf was per ongeluk zoutzuur met bleekwater vermengd. Het gebeurde allemaal bij dit bedrijf, de vishandel Kalkman in Den Helder. Enkele tientallen, vooral vrouwelijke werknemers, maken hier overdag vis schoon. Aan het einde van de werkdag, 's middags rond 5:00, worden de werkruimten en machines grondig schoongemaakt. Bij het schoonmaken van deze grote spoelmachine wordt elke dag bleekmiddel gebruikt. Dat gaat altijd goed, maar vanmiddag ging er iets mis. Ik pakte zo'n jerrycan met bleekmiddel om in de spoelmachine daar te gooien. Ik gooi hem leeg, pak zo zelf de jerrycan waarvan ik dacht dat er ook chloor in zat. Ik gooi hem erin in een opeens gele wolk. Nou, dat was het dan eigenlijk. Want het was geen bleekmiddel? Het was geen bleekmiddel, nee. Het was zoutzuur namelijk. Maar dezelfde jerrycan. Dus ik kon het eigenlijk niet zien wat erin zat. Het is nog een raadsel hoe de jerrycan met zoutzuur terecht is gekomen tussen de jerrycans met chloor. Zeker is wel dat de combinatie van chloor en zoutzuur een giftige wolk chloorgas veroorzaakte. Op de verpakking van het chloor wordt hier ook voor gewaarschuwd. Meer dan 30 werknemers moesten na het vrijkomen van de gifwolk hals over kop naar het ziekenhuis. Ze moesten overgeven, hadden ademhalingsmoeilijkheden en hadden last van hun ogen. Op dit moment liggen er nog 7 mensen in het ziekenhuis. Ze hebben vooral ademhalingsproblemen, maar kunnen over een paar dagen naar huis. En dan nu de ademhalingsproblemen in de internationale politiek. U zag al dat de heer Reagan de nodige reacties heeft gekregen op zijn opmerkingen. Het Russische persbureau TASS heeft nogal verbaasd gereageerd op de opmerkingen van Reagan. En dan gaat het met name over Star Wars, die wat romantische naam voor de wapens in de ruimte. Het persbureau noemde het verwarrend dat Amerika toch doorgaat met de ontwikkeling van die ruimtewapens, hoewel er nu met de Russen zal worden gepraat over het stoppen van een wapenrace in de ruimte. En de knorrige opmerking van TASS vormde de enige dissonant in de reacties op de hernieuwde besprekingen. Reagan zelf prees namelijk op een persconferentie het onderhandelingsresultaat en zei te hopen dat 1985 een jaar van dialoog met de Russen wordt. En er is ook in de Sovjetpers welwillend gereageerd op dat resultaat van Genève. En dan tenslotte het nieuwsoverzicht. Philips heeft vorig jaar een recordwinst behaald van ruim 1 miljard gulden. 2 jaar terug was de winst 647 miljoen. En daar kwam dus vorig jaar nog eens 400 miljoen bij. Dat succes is grotendeels te danken aan de uitstekende verkoopresultaten van onderdelen voor elektronische apparatuur. Philips Amerika deed het vorig jaar ook heel goed. In Den Haag is een onderzoek begonnen naar 4 flats in de Haagse wijk Morgenstond. Gebreken hebben al 600 bewoners doen verhuizen. Als gevolg van experimentele bouw is in 1963 het beton gaan werken en ontstonden er scheuren.
met het resultaat van nu. Het vandaag gestarte onderzoek wordt verricht door een architectenbureau in samenwerking met de organisatie TNO. Als renovatie te duur zou worden, dan gaan de flats zo nodig tegen de grond. Een aantal mensen woont nog in de flats. Ze willen nog niet weg omdat ze, zoals ze zeggen, te veel aan hun flats verknocht zijn. En dan was het vandaag ook weer koud weer. De rivier de Lek kwam vandaag in de loop van vanmiddag heel dicht te zitten met kruiend en vast ijs. En dat was sinds de strenge winter van 1963 niet meer gebeurd. De vorst van de afgelopen dagen heeft geleid tot een flinke prijsstijging van allerlei soorten groenten. Een deel van de typische wintergroenten is kapotgevroren. Zoals hier dit spruitjesveld in de sneeuw. Voor de huisvrouw slaat het uur van de waarheid uiteindelijk bij de kassa in de groentewinkel. Waar de prijskaartjes steeds verhangen worden. In veilingkringen verwacht men nog verdere prijsstijgingen. En dan tenslotte het weer. Enkele mistbanken, ook periode met zon. Minimumtemperatuur van min 8 graden vlak aan zee tot min 15 elders. En de middagtemperatuur morgen is ongeveer min 5 graden. Dat was het. Goeienacht, welterusten.